Goed, en terwijl wij met Mustafa praten, meneer Bruins, krijgt u een briefje in uw handen geduwd? Ja, er wordt mij bevestigd dat er een patiënt is met het coronavirus in Nederland. Het zou gaan om een man. Die verblijft in isolatie in het Tweestedenziekenhuis in Tilburg. 3 nieuwe coronabesmettingen in Nederland. Het aantal coronabesmettingen in Nederland is verdubbeld. Crisisoverleg in Den Haag. Geen handen meer schudden. Tientallen miljarden voor bedrijven en ZZP'ers die klem zitten. België verscherpt de controles bij de grens met Nederland. Minister Bruins stapt op. Een dringende oproep om niet te hamsteren. En het EK voetbal gaat deze zomer definitief niet door. Grote evenementen worden geschrapt. Sportclubs gaan dicht. Mensen moeten zoveel mogelijk thuis werken. We zullen met elkaar moeten zoeken naar het nieuwe normaal in de 1,5 meter samenleving. In december 2019 kwam er een e-mail voorbij in mijn mailbox over longontstekingen in China, waar geen oorzaak voor was gevonden. Ik heb op dat moment dat ik dat bericht voorbij zag komen, ben ik helemaal niet ongerust geweest. Ik weet wel dat een moment was toen men uiteindelijk vaststelde dat er een SARS-achtig virus was opgedoken in China. Dat ik wel dacht van nou, dat is niet zo best. We weten dat het eerste SARS-virus is uiteindelijk vrij snel bedwongen. Dus ik heb heel lang in een soort stadium gezeten van is dit nou wel relevant voor ons of is het gewoon puur een Chinees gebeuren? Wat ik heel complex vind aan deze infectie is dat het zo moeilijk is om te zien wie besmettelijk is. En daardoor is de verspreiding gewoon heel erg lastig te volgen. En heb je het gevoel dat je achter de feiten aanloopt. Bij het eerste SARS-virus was dat vrij recht toe recht aan. Mensen worden eerst ziek en naarmate ze zieker worden, worden ze besmettelijker. En in dit geval heb je mensen die het virus kunnen verspreiden die heel milde klachten hebben. En sommigen zelfs helemaal geen klachten. Dat maakt het echt heel erg complex. De normale werkdag begint als dagdienst vaak met een overdracht. We kijken wat voor patiënten hier op de spoedeisen op liggen. Welke ernstig zieke patiënten er liggen die we bijvoorbeeld zouden moeten overnemen vanuit de nachtdienst. Dan is het afwachten wat je iedere dag binnenkrijgt. Over het algemeen komen de meest acute gevallen eigenlijk via de spoedeisen hulp binnen. Daar vangen we ze op, daar stabiliseren we ze. Daar doen we de eerste behandelingen, onderzoeken, om te bekijken wat heeft deze patiënt, waar kunnen we nu iets aan doen. Een patiënt stabiliseren en om daarna zo goed mogelijk uiteindelijk naar de afdeling of de intensive care of zelfs naar huis te kunnen krijgen. Begin januari, februari zagen we met name eerste beelden natuurlijk vanuit China komen. Later ging het ook de wereld over richting Italië. Maar zelfs ook toen had ik daar nog weinig gevoel bij. Ook ik dacht nog, het is echt een virus. Je kunt daar heel erg ziek van worden. Het voelde nog steeds ver weg. Ook al is het heel dichtbij Italië, maar toch voelde het nog steeds ver weg. Ik begon mijn nachtdienst op woensdagavond. Toevallig dat ik van tevoren ook het protocol nog een keer had doorgenomen. En een paar uur later kwam die eerste patiënt. Volgens mij kwamen we om 11:30 binnen. Nou, dan kom je op de eerste hulp. En toen zei de behandelend arts van nou, het ziet er eigenlijk allemaal goed uit. Er zit alleen één stofje in wat we niet helemaal kunnen traceren. En dat was voor mij het eerste moment dat ik dacht van hé, het zou toch niet toch corona kunnen zijn. En we hadden het helemaal doorgesproken. Hoe gaan we het doen? Wat gaan we doen? Wat is nu verstandig? En dat gaf gewoon al heel veel zekerheid, maar het gaf tegelijkertijd ook wel een beetje spanning. Het gaf spanning aan hoe
moet ik voor het eerst die kleren aan? Wat is de volgorde? Hoe moet ik dat doen? Het mutsje? Of moet ik eerst de handschoenen? Moet ik eerst een muts op? Dat was gek. Ook voor andere mensen die op de spoedeisende hulp op dat moment waren met andere klachten. Die waren heel erg verbaasd van wat gebeurt hier op de spoedeisende hulp. En dat voel je. En die spanning voelde ik wel op dat moment. Het gaat hartstikke goed, mevrouw. Ja, hè. Hij mag ook wel even af. Want wij hebben toch kapjes op. Wij zijn beschermd. Wij zijn toch beschermd. Hè? Ja, dan kom je op een gegeven moment kom je erachter dat je corona hebt, positief. En dan ga je terugkijken van waar zou ik nou besmet kunnen zijn. En ja, dan is het toch waarschijnlijk ergens in Italië of de reis ernaartoe. En dan zit je in het vliegtuig helemaal vol. En er zat inderdaad ook een Italiaan naast me, die zat allemaal vreemd te kuchen en een beetje met zijn ellebogen wat meer ruimte te zoeken. Dus een irritante vent gewoon. En ja, misschien is hij het al geweest. Toen ik hoorde dat de eerste patiënt in ons ziekenhuis lag, toen wist ik van oké, dit wordt wel een ding. Wat gaan we doen? En ja, we konden ook niet heel veel naar buiten toe brengen. Ten eerste natuurlijk vanwege de privacy van de patiënt, dat staat voorop. En we wilden natuurlijk zeker van zijn dat de patiënt het zelf wist en zijn naaste. Dus daar hebben we toen alles op ingezet. Binnen een minuut nadat het op tv bekend was gemaakt, toen flikkerde mijn telefoon op en kwamen de eerste telefoontjes binnen. Elk medium wilde ook iemand van het ziekenhuis voor de camera. En media wilde uiteraard weten waar de patiënt vandaan kwam, wat de naam van de patiënt was. Nou, die geven uiteraard niet. Maar het bizarre van die avond was dat nog maar kort nadat het nieuws was bekendgemaakt, toen zong het al rond op social media. Ja, dat gaat heel snel. Voor zover ik weet is het in een half uur daarna stond er al een foto op social media van mij van dat is hij. En na een uur kreeg ik al een bericht uit Italië van een relatie van mij van goh Joost, we horen dat jij de eerste patiënt in Nederland bent. Ja, het zijn allemaal bekenden en die gaan op een gegeven moment van ja, ik ken hem wel en of heb je het al gehoord? Ja, zo gaat dat dan. Iedereen is nieuwsgierig en iedereen zat er ook bovenop natuurlijk. De ochtend daarna ja, die begon uiteraard ook heel chaotisch. En er was heel veel behoefte van de media om nieuws. En op een gegeven moment is besloten om een persconferentie te gaan geven. Ja, mijn eerste keer, die persconferentie was totaal overweldigend. Er was zo ontzettend veel media. We zaten daar in dat gemeentehuis aan de tafel. En ik was echt omringd door journalisten, door camera's, door fototoestellen. Ik wist niet wat me overkwam. Ik vond het wel heel erg spannend. Mensen zeggen ook dat ik heel erg serieus keek. Maar dat komt omdat ik het echt heel spannend vond. Excuus, zou je de vraag nog één keer willen herhalen? De eerste lijns zorgpersoneel waarmee hij contact kreeg, wat is hun risico en hoe wordt daarmee omgegaan? Omdat dit via de goede route is gegaan, wist men van tevoren dat men te maken had met een verdacht geval. En overigens is het zo dat artsen in het ziekenhuis gewend zijn en verpleegkundigen om met besmettelijke mensen te werken. En dat daar altijd voorzorgsmaatregelen worden genomen. Dat ook als iemand binnen zou komen met dit virus, maar waarbij dat niet allemaal zo netjes is aangekondigd, ik nog steeds het volste vertrouwen heb dat die mensen ook, de medewerkers, geen risico lopen of minimaal. Ja, de persoonlijke beschermingsmiddelen die we moesten aantrekken, dat was best wel even een beslissing om dat te doen. Het was zwaar, het was warm. Je kon elkaar niet meer zo goed verstaan, je kon elkaar niet meer zo goed zien. Het persoonlijke contact met de patiënt is natuurlijk in zo'n situatie weg, maar dat is eigenlijk bij alle beademde patiënten. Wat wel heel anders is, is dat de hele bezoekregeling in het ziekenhuis, ja, uitgekleed was tot een minimum. En dan moet je je voorstellen dat je een familielid hebt op de afdeling die 24 uur verpleegd wordt en aan het vechten is voor zijn leven. En dan mag je daar 30 minuten per dag bij. Eén familielid. Ja, dat is bijna onmenselijk.
die eerste fase, dat vond ik echt heel moeilijk. De situatie veranderde in het begin zo snel dat het protocol zo vaak veranderde dat als je 3 dagen niet had gewerkt of 2 dagen niet had gewerkt, dat je dan echt veel mails moet wegwerken om te beweten wat er nu weer was veranderd en wat nu weer het protocol was. Ja, de beginfase heeft zich met name gekenmerkt doordat de zorgverleners zich tekort voelden schieten omdat ze het ziektebeeld niet goed kennen, echt verrast werden. En dat het veel sneller ging dan zij verwacht hadden. En dat ze dan ook gingen twijfelen aan hun eigen vermogen. In de eerste 2 dagen hebben we nog bijeenkomsten gehouden met medewerkers. Maar toen merkte je ook al gelijk van ja, er waren heel veel mensen verkouden. Dat is gebruikelijk voor die periode. En dat waren natuurlijk de klachten die bij corona hoorden. Dus toen merkte je ook in de zaal dat mensen zich ongerust gingen maken van, maar is het eigenlijk wel verantwoord dat wij hier zo dicht bij elkaar zitten? Zelf heb ik niet de situatie meegemaakt dat ik dacht van god, we zijn hier met te veel bij elkaar. We moeten nu afstand houden. We hebben wel op een gegeven moment meegemaakt dat we moesten gaan beoordelen op de verpleegafdeling bij een jonge collega die was opgenomen. Ja, dat is heftig. Daar blijf je ook wel bij. Het komt heel dichtbij ineens als het je eigen collega is. En we hebben uiteindelijk ook wel een aantal collega's gehad die echt, echt heel ziek zijn geweest. Zo. Hoe gaat het met u geloof gedurende de dag? Ja, ik moet echt wel mijn gemak houden, want ik kan gewoon niet anders. Nee, want het praten gaat nog wel redelijk zo. Ja. Ja. Maar ik kan best mijn mond dicht houden, want het is beter dan het altijd. Ja. Nou, het was al wel eerder met u besproken, hè, dat het steeds een beetje zo wisselt in de zuurstofsaturatie. Ja. En dat we de intensive care ook laagdrempelig mee laten kijken bij u. Ja, dat klopt. En ik denk omdat we nu de zuurstof weer opnieuw moeten ophogen, ja, dat ik opnieuw eens even ga overleggen met de intensive care. Ja, dan denk ik dat we even overleggen en dat we zo bij u terugkomen. Ja, heeft u op dit moment vragen? Maakt zich zorgen, hè? Ja, ik snap het. De vraag kwam al heel snel op tafel van waar gaat dit eindigen? Hoe ver gaat dit doorgroeien? En iedereen kende dit beeld uit Italië. En toen zijn we gaan modelleren in Brabant. En zijn we eigenlijk gewoon gaan voorspellen wat het zou kunnen worden. En die getallen die kregen heel veel positie. Want die lieten zien dat we het nooit zouden kunnen redden in Brabant met de bestaande capaciteit. Zagen wij de piek waarmee we geconfronteerd werden aankomen. Op een gegeven moment hadden we zoiets, we zitten op die lijn, die stijgende lijn, die is eigenlijk precies hetzelfde als in Italië. En op een gegeven moment gaan daar mensen met getallen aan rekenen, epidemiologen, virologen, maar ook mensen die met big data bezig zijn. En op een gegeven moment denk je, hé, die lijn die gaat niet zo, maar die lijn die gaat zo. En dan zie je de piek op je afkomen. Ja, die aantallen die liepen echt in de richting van de duizenden. Ja, dat leverde echt angst op. Dat was echt enorme spanning. Had je dat helemaal kunnen voorzien? Dat weet ik niet. Ik moet eerlijk zeggen dat we nog vrij lang meewarig naar Italië keken. En niet in de gaten dat we aan de rand van hetzelfde stonden. Het beroemde applaus. Het applaus kwam op een avond, geloof ik, om 8 uur 's avonds ergens een keer. En dat was wel heel mooi om te zien, om dan berichten te krijgen van mensen. Van, hey, gaat het allemaal nog wel? Ik denk aan je spontaan ineens een bloemetje thuis krijgen van een buurvrouw die zegt, ja, je werkt zo hard, even een bloemetje voor je. Ja, dat doet je heel goed, ja. Op
op de intensive care hebben we heel lang gedaan over de voorbereiding. Dat wil zeggen, we hadden alle plannen klaar liggen, we hadden erover nagedacht. En het was een beetje een gekke situatie, want we waren er wel op voorbereid. En toch was er nog niks. En uiteindelijk in de nacht van 21 maart is er een soort ontploffing heeft plaatsgevonden. En toen ineens kwam de een na de ander. Ja, wij beginnen 4 uur 's middags met een overdracht. En het was al een drukke dag geweest. En die dagen daarvoor was het druk geweest. Maar ik was met name bezig. Het was een rommelige dienst, dat begreep ik. Dat weet ik nog wel. Ik was nog heel veel bezig met niet-coronapatiënten. Maar om 11 uur was echt de knik van oké, de eerste coronapatiënt op de afdeling. En op een gegeven moment werd dat steeds vaker. En op een gegeven moment nog een keer. En toen moest 2 tegelijk al bellen. En op een gegeven moment 3 patiënten die slecht waren. Je vaart een beetje mee met de wind, maar op een gegeven moment dacht je van wat gebeurt hier nou? Je was helemaal niet bezig, want dat er zoveel, dat er zoveel problemen op de afdeling waren. Nou, dan moet je creatief zijn. Ik heb een collega die een backup dienst had, nou, die heb ik in huis gebeld. Ik had een collega die op locatie 2C de dienst had en die heb ik ook maar in huis gebeld. En zij waren daar 4, 5, 6 patiënten tegelijk aan het intuberen, aan het oplijnen. Met alle artsassistenten erbij. En die hebben echt een horrornacht gehad. Iedereen is op de intensive care aan het helpen geweest. Dit was wel zo'n de nacht waarin in ieder geval die COVID-crisis voor ons duidelijk werd. En vanaf toen is het niet meer rustig geweest. Ja, op de IC lagen de meest zieke mensen. Wij hadden sowieso de meest zieke mensen die echt 4 weken lang beademd, ook op de buik, daar lagen. Dat is heel onwerkelijk. Je zag alleen maar een plukje haar aan de achterkant. Je had geen idee meer wie de patiënten waren. Je had geen gesprek met familieleden, echt lange gesprekken met familieleden om erachter te komen wie is deze persoon die ik hier zie. Maar ik heb ook meerdere patiënten op de intensive care dood zien gaan. Wanneer ik in consult word geroepen, is het vaak al zover. Meestal weet de familie dan wat er aan de hand is. En omdat de verpleging of de arts of wie dan ook ziet dat de familie het moeilijk heeft, roepen ze dan ons weer. De basisvraag was heel vaak, merkte ik, ga ik het overleven? Wat als die 10e dag aankomt en het virus mij aanslaat en ik dan footsie ben, hè, bij wijze van? Dat merkte ik heel vaak. Je went er ook aan, want die patiënt neemt je mee in zijn levensverhaal. En het ging heel vaak over die onmacht die ze voelen. Hè? Weet je, de gezondste mensen komen daar. Ik voelde ook mijn kwetsbaarheid op dat moment. Want je bent 31, maar dan nog, niks geeft garantie. Je hebt geen garantie eigenlijk, nooit, maar vooral niet met corona. Het is een oorlog zonder bommen, alleen een virus als vijand. Het is gewoon een sluipmoordenaar, noem ik dat dan. Als ik naar mijn werk ging, had ik schrik om naar mijn werk te gaan. Ik had hoofdpijn, daar stond ik mee op, dan ging ik mee naar mijn werk. Op een gegeven moment is er misselijkheid bijgekomen, dat bleef ook heel de dag. Gewoon de angst dat ik denk van, dan moet ik naar mijn werk, ik geef er eigenlijk helemaal niks om. En als ik er eenmaal was, dan deed je dat toch wel. Maar gewoon die angst en die angstgevoelens, dan denk ik, ik wil eigenlijk niet naar mijn werk doen. Er stonden de meeste 6 op iedere afdeling, stonden ze 2 aan 2. En dan deed je die kleding aan, je deed het werk en je ging weer naar de volgende kamer. Maar je merkt wel als mensen horen, oh, werk je op het ziekenhuis? Dan gaan ze nog een keer een stuk achteruit. En dan nog blijf ik erbij. Ja, ik vond dat geen fijn idee. Maar ja, je hebt geen andere keus, dus je moet dat gewoon doen. We waren niet voorbereid op de crisis. Normaliter hebben we zo'n 2 weken voorraad in de magazijnen. Dus die verdubbelen we dan al, dat we een maand voorraad hebben.
En die hebben we eigenlijk gedurende de dagen dat we zagen van... hey, dit begint wel heftiger te worden, hebben we dat steeds hoger opgezet. Dat betekent dat er steeds meer orders naar leveranciers uitgaan... voor met name toen nog de mondkapjes. Dat was in eerste instantie natuurlijk het grootste dreigende tekort. Ja, toen gingen we natuurlijk naar alternatieven op zoek. In het begin gingen we zelfs op Marktplaats kijken, bij wijze van wat nooit natuurlijk een kanaal is voor ons om iets te gaan sourcen. Maar goed, je moet iets. En daar werden ze soms voor 12,50 per stuk aangeboden. Ik vond dat gewetensloos wat daar is gebeurd. En dan heb ik het niet eens zozeer over criminelen. Maar dan heb ik het ook over mensen die volstrekt misbruik maken van hun krachtige positie. Dat zij beschikt over een paar miljoen mondkapjes bijvoorbeeld. Terwijl die normaal gesproken minder dan 20 cent kosten. Ze nu voor 10 euro proberen te slijten. Dat is wat mij betreft immoreel. Ja, in iedere crisis zijn er boeven. In iedere crisis zijn er mensen die willen profiteren van het feit dat ze ergens iets kunnen halen. Alleen in ons geval zorgde het ervoor dat onze eigen gezondheid in het geding kwam. Ik ben Wilco van der Wildenberg. Ik ben een van de intensive care dokters. En ze hebben mij gevraagd om ook maar eventjes bij je te komen kijken. Over het algemeen zeggen we, als je zoveel zuurstof nodig hebt als dit, en als je in die opgaande fase zit, dan is het verstandiger om toch even op de IC in de gaten te houden. Dus niet omdat ik al denk dat we iets extra's moeten gaan doen. Dit is nu de juiste stap voor dat hij aan zuurstof krijgt. Hij krijgt op zich hier gewoon een goede behandeling zoals die nu ervoor staat. Maar ik denk dat we gewoon even extra goed in de gaten willen houden. Hè? Intensiever dan dat op deze afdeling kan. Ze krijgt gewoon nog zuurstof via een kapje zoals ze dat hier op de afdeling ook krijgt. Maar ik zal de telefoon even doorgeven als u verder geen vragen heeft aan mij. Hoi. Ja. Dan kunnen ze toch wel meer voor mij doen als hier. Ja. Of kijk eens. Als verpleegkundige op de IC draag je zorg voor 1, maximaal 2 patiënten die op de IC liggen. We hebben een stukje basiszorg op de IC, dus het verzorgen en het verplegen van de patiënten. Maar we zijn eigenlijk ook continu bezig met de vitale functies van de patiënten bewaken. En wij zeggen eigenlijk altijd wel, je komt niet zomaar op de intensive care te liggen. Dan heb je wel ontzettend veel zorg nodig. Wat ik heel bijzonder vind aan mijn werk als IC-verpleegkundige, is dat ik de patiënten ook weer zie opknappen. En dat hebben we in de coronatijd eigenlijk nauwelijks meegekregen. Omdat je dus zoveel patiënten had. Ik heb echt het gevoel dat ik in die periode een beetje geleefd ben. In de media natuurlijk. We hebben mogelijk beddentekort, IC-verpleegkundigen tekort. Toen ontstond een beetje die lockdown. Toen had ik wel zoiets van, oké, wanneer is het moment dat wij met elkaar de grip gaan verliezen? Het ziekenhuis was geschrokken van de eerste patiënt. En vervolgens schrok nog veel meer van wat er toen aan patiënten kwamen. En de keuze voor een cohortafdeling lag in dat je op een gegeven moment die zorg gaat concentreren. Eén is het besluit nemen dat je in cohort gaat werken. Dus op een gegeven moment komt er een punt dat je zegt, ik heb eigenlijk meer isolatiecapaciteit nodig. En in feite ga je bij een cohortafdeling als het ware de hele afdeling isoleren. Dan werk je in 2 soorten afdelingen. We hadden dus een afdeling met patiënten die verdacht waren. En we hadden een afdeling van patiënten die positief bevonden waren. Je moet dat organiseren. Dat betekent dat je eerste discussie is, we gaan afdelingen claimen om als cohort ingericht te worden. Op dat moment leg je direct een beslag op capaciteit die je gebruikt voor reguliere zorg. Dus eigenlijk leg je op dat moment een heel groot deel van de reguliere zorg stil. En je weet ook dat je dat dan voor langere tijd gaat claimen. Oh.
We kregen in het weekend van 21 op 22 maart kregen we een telefoontje vanuit de leidinggevende. Van je avonddienst gaat zo meteen beginnen op de cohortafdeling in het Elisabeth ziekenhuis. Ik vond dat best wel moeilijk. Zeker ook spannend, omdat je allerlei verhalen hoort in het nieuws. Ja, en mede door die verhalen en ook een beetje die angst allemaal die in het nieuws gekweekt wordt, heb je natuurlijk wel schrik om naar zo'n locatie te gaan en daar te gaan werken. Je hebt dan echt wel voor jezelf het idee van, ja, dit wil ik eigenlijk niet. Dit risico wil ik eigenlijk niet lopen. En zeker omdat er al wordt medegedeeld, je hebt geen keuze. Moet je je daarbij neerleggen en moet je dat accepteren. Toen die enorme opschaling kwam, toen hadden wij ook wel stress. Want die mensen moesten wel allemaal hier geschoold worden. Ja, dat gaat over enorme sloten mensen. Heel veel doodlopende wegen hebben we ingeslagen om extra mensen binnen te halen. En op een gegeven moment realiseerden we ons dat we het eigenlijk moesten hebben van onze eigen interne mensen die op de reguliere zorgafdelingen stonden. En die moeten dan via het leerhuis een training volgen, een carouseltraining volgen. En die worden dan ingezet op de COVID-cohortafdelingen. We hoorden van het zorgmanagement, het is niet voldoende. Er moeten meer mensen komen, er moeten meer mensen opgeleid worden. We hebben nog veel te weinig IC-verpleegkundigen. Uiteindelijk hebben we moeten besluiten om te gaan overplaatsen. En we zijn eigenlijk heel gewoon begonnen met mensen te bellen die op dat moment beschikbaar waren. En dat leidde uiteindelijk toe dat we de maandag zelf 100 patiënten overgeplaatst hebben. En in totaal zijn uiteindelijk, en dat is met dit centrum, door ziekenhuizen zelf en door de landelijke coördinatie, bijna 800 patiënten vanuit Brabant naar elders verplaatst. Stel je voor dat we niet hadden overgeplaatst, wat was er dan gebeurd? Als je naar de IC-patiënten kijkt, we hebben de curve gevolgd. In de piek, als we niet uitgeplaatst hadden, hadden we meer dan 300 patiënten in Brabant op een IC moeten hebben liggen. Dan hadden we dus tussen de 80 en de 100 patiënten niet op een IC kunnen leggen. Je kunt alleen maar bedenken wat er dan gebeurd was. Niemand weet het precies, maar dat was denk ik wel de belangrijkste drijfveer om die patiënten uitgeplaatst te krijgen. Ze werd op een dag ziek. Ze kwam behoorlijk benauwd binnen en ze moest ook gelijk aan het zuurstof. En dat werd steeds erger. Je wordt om 12:30 s'nachts gebeld. En dan zeggen ze van, ze moet aan de beademing. En dan kun je daar naartoe rijden. En dan moet je nog gaan zeggen van, ik zie je straks wel. Je bent al een stuk afscheid aan het nemen. Ik was heel erg nieuwsgierig naar hoe het verder gelopen is met sommige patiënten die ik naar de intensive care heb gebracht. Ja, het was best wel een hectiek, want er werden overal van de afdeling patiënten verplaatst naar andere ziekenhuizen in het land, ook naar Duitsland. En vaak was dat echt pas als de ambulance voor de deur stond, dat die ons kon vertellen van waar de patiënt naartoe ging. En dan vervolgens, ja, weet je ook niet hoe het vervolg daarna is. Dus je weet helemaal niet hoe het met die patiënt af is gelopen of die het gered heeft of niet. Jean-Luc, u bent hier de afgelopen weken vaker geweest, sinds de eerste uitbraak eigenlijk, regelmatig hier aan tafel. Nu is er een eerste onderzoek naar de eerste 100 patiënten afgerond. Ik had een heel sterk gevoel van verantwoordelijkheid om over dit virus correcte informatie te geven. En ik hoorde dat van alles en nog wat gezegd werd. En op een gegeven moment is er ook gezegd, we hebben 17 miljoen virologen in Nederland. Hè. Ook heel begrijpelijk, er was veel niet bekend over dit virus. En iedereen heeft zijn eigen gedachten en zijn eigen mening. Maar ik voelde wel een sterke drang om goede informatie te geven, zover als die op dat moment beschikbaar was. Dus ik ben heel erg nauw betrokken geweest bij voorlichting.
In het ziekenhuis zelf zijn andere collega's die veel meer hebben gedaan dan ik. De infectiepreventie heeft op beleidsniveau ontzettend veel gedaan en samen met de Raad van Bestuur beleid gemaakt. En daar heb ik eigenlijk zelf veel minder mee gedaan. En nu heb je een nieuwe ziekte. En wat je dan ook nodig hebt, is dat je dat helikopterplaatje krijgt. En daarom... Geen tunnelvisie. Geen tunnelvisie, ja. Want als jij toevallig in een ziekenhuis zit waar je toevallig heel veel van dit of dat hebt gezien, hè, dan heb je het nodig om even een stapje terug te nemen en een helikopterview te krijgen. Wat mij meer dan ooit tevoren is geworden, dat Brabant heel ver ligt van Den Haag. En wat mij ook duidelijk is geworden, dat deze crisis erg is geleid door ambtenarij, waardoor er een hele centralistisch geloof, een rotsvastgeloof in centraal aansturen. Het feit dat ik ook direct toegang tot de media had, maakte dat wij meer druk konden zetten in die discussie. Bart Bedde, bestuursvoorzitter van het Elisabeth II Stedenziekenhuis in Tilburg, is bij ons met een papiertje voor zich waarop de laatste gegevens staan. Want het gaat maar door, hè? Dat houdt niet op. Een heel belangrijk voorbeeld waar we vanuit Brabant echt heel veel druk hebben kunnen zetten. Toen wij de cijfers in Brabant aan het organiseren waren. Ik bedoel, organiseren dat wij van de dagcijfers eigenlijk trends gingen maken. En toen we die trend hadden, zagen dat we heel hoog gingen uitkomen. En ik had dagelijks contact met de top van VWS of de minister. En zij wilde niet aan die cijfers. Zij wilde daar gewoon niet mee akkoord gaan. En toen zijn we eigenlijk vanuit Brabant die cijfers in de media ook heel voorzichtig. Hè? Dus niet van nou, dit wordt het, maar veel meer van wij maken ons heel veel zorgen. De dag erna, we maken ons nog meer zorgen. Dat op een gegeven moment er in Den Haag werd gezegd. Wij zouden graag jullie cijfers willen matchen met die van het RIVM. En zo is het toen gegaan en toen heeft het RIVM eigenlijk gezegd van ja, wij kunnen daar geen spel tussen krijgen. En toen is daar ook echt een enorme ommekeer doorgekomen. Wij zullen dus in de komende dagen meer gegevens krijgen om dat model steeds beter te maken. En dan zie je pas waar je uitkomt. Het is wel zo dat wij nu een scenario zien waar wij ook wel echt de hulp van de andere ziekenhuizen in Nederland nodig hebben om die piek ook te kunnen... Voor de capaciteit. Ja, de capaciteit. Toen we wat meer de stap naar buiten hebben gezet om zelf podium te nemen om aan de maatschappij uit te leggen wat wij wisten. Toen merkte je in eerste instantie dat de journalistiek vooral nog veel kritische en slimme vragen wilde stellen. En toen merkte je een hele verschuiving om samen zo goed mogelijke informatie te verstrekken. Dus we gingen veel meer samenvatten, niet meer inbeuken met pittige vragen, maar veel meer samen goed informeren. En is Brabant, kunnen we dat zien als een soort testcase voor de rest van Nederland? Ja, testcase vind ik een naar woord, maar wij een lopen wel plek voor. Waar het, ja, ja, wij lopen voor. Ja. En dat maakt dat ik ook net zei dat als wij die piek eerder krijgen, hem niet aan zouden kunnen, dan zullen wij proberen om de Brabantse patiënten in de rest van Nederland ook te laten verplegen. Het verschil is dat als er een gewonere ramp is, dan zijn dat patiënten die je op dat moment moet opvangen en die ook binnen gereden tijd weer van de intensive care af zijn. En met de corona was het wel heel anders, want als de patiënt eenmaal op de afdeling komt, ja, dan is hij er voor dagen tot weken. Zelfs toen we in het allergrootste opschalingsscenario waren, hebben we met een klein clubje ook bedacht van stel je voor dat we het moment daar hebben, ja, dat we moeten kiezen wie nog beademd mag worden en wie niet. Maar daarvan hebben we gezegd dat gaan we niet doen, tenzij de minister afkondigt dat we het moeten gaan doen. Het heeft een enorme impact gehad, omdat de patiënten zich gewoon maar bleven aandringen. En het feit dat er zoveel zieke patiënten lagen op de verpleegafdelingen. De angst van wat komt er nog meer op ons af op de IC. Ja, er komt een moment dat je ziet dat sommige patiënten echt niet meer beter gaan worden. En dat de beademing, ja, dat je alles probeert, maar dat het niet meer wil. Ja, dat is natuurlijk het moment dat je de familie erbij belt. Ja, en dan moet je stoppen met de behandeling. Van sommige casussen lig ik soms wakker. Het is heel ingrijpend en bij corona maakt het dan nog meer complex, want je krijgt dan beperking op familieaanwezigheid. En wat ik vooral nu weer terug zie komen voor me is de machteloosheid van de kinderen.
de wens om het te willen zijn niet mogen zijn. En ja, dan gaat die vader wel heen. En dan is die ook heen. Het is natuurlijk sowieso dat je normaal bij een overlijden bel je natuurlijk de familie. De familie komt allemaal in huis, komt nog afscheid nemen van de patiënt. Ja, dat was in dit geval heel erg beperkt. En normaal gezien is dat toch wel een heel ander moment van afscheid nemen, ook dat een familielid erbij is, continu en erbij slaapt, dan dat je ze achteraf moet bellen van ja, uw vader of moeder is zojuist overleden. Die mensen willen zo graag voor je laatste adem nog één keer hun dierbare zien. Als het mag. Bij afscheid horen familieleden, bij afscheid horen dierbaren, bij afscheid horen eigenlijk iedereen die voor die patiënt op dat moment van de waarde is. Dat wordt beperkt door een richtlijn of een regeling die we landelijk hebben, die ik ook heel goed begrijp. Waardoor je moet gaan kiezen. Wie mogen wel, wie mogen niet komen. Daar wil je niet in belanden. Je wil niet in een waardeoordeel hebben van deze mensen zijn waardevol en die mogen meer dan die mensen bijvoorbeeld. Ja. Yeah. Ik zeg wel, godzijdank, ik ben overeind gebleven. Maar ik heb een tijd gehad dat ik zoveel oproepen kreeg. Op een gegeven moment zei ik tegen mijn collega's van het wordt mij te veel. Ik was heel bang. Ik dacht, dat was mijn einde. Dus, ja. Gaat het? Gewoon een raar gevoel. Ik weet er eigenlijk niet meer veel van heel die beademing. Maar het is gelukkig maar 4 dagen geweest dat ik beademd ben. Dus toen hebben ze het weer af kunnen bouwen voor mij. Als ik vergelijk hoe ik thuis gekomen ben, gaat het heel goed met mij. Ik heb al heel veel vorderingen gemaakt. Ja, ik moet nog wel veel rusten. Een uurtje op is een uurtje rusten, maar ik maak heel veel vorderingen. Klaar voor? Ja. Je loopt alsof je op een evenwichtsbalk aan het lopen bent. Zet je voeten maar wat breder uit elkaar. Ja, dus deze patiënten die zo lang aan de beademing hebben gelegen, die hebben geen spieren meer. En die moeten alles weer opnieuw leren. Dat wil zeggen, ze kunnen alles nog. Maar hun spieren moeten weer opnieuw gewend raken om te werken. En dat is dus revalideren. En ik word vandaag voor de eerste keer getest of ik negatief ben. Kijk. En als ik daar ben, dan mag ik deze dag naar huis. Zo. Ik ben iedereen dankbaar die mij geholpen heeft om aan het tweede leven te beginnen. Ja, dat zeg je. Hè? Ja, het is gewoon het tweede leven. Je zet eventjes helemaal weg geweest en nou moet je opnieuw beginnen. En laat nou maar zien dat je het kunt, zeggen ze dan. Ja. We hebben wel heel erg goed voor onszelf gezorgd die hele periode. Dat wil zeggen, we waren met voldoende artsen en verpleegkundigen om niet
ellenlange diensten te kunnen doen. Dus we hadden relatief veel rust tussen de diensten door. He, daar waar we dagen hebben gehad dat je tussen de 5 en 8 patiënten per dag uitplaatste, overplaatste naar andere ziekenhuizen. Op een gegeven moment hoefde dat niet meer, want was de aanwas niet meer zo groot en konden we het zelf toe en was er ook een moment dat we weer patiënten konden terugnemen. Als je terugkijkt, zeg je, ja, hadden we het zo moeten doen of had het niet slimmer gekund door veel vroeger al te gaan uitplaatsen naar het land. Maar dat is werkelijk met de wijsheid achteraf, want we hebben te veel patiënten hebben wij eigenlijk leed bezorgd. Of is leed ontstaan, dat is beter geformuleerd, door het feit dat wij prioriteit hebben gegeven aan de coronapatiënten. Dat geeft mij ook wel aanleiding tot zelfonderzoek. Had ik het nou anders kunnen doen? Had ik toen kunnen zeggen van mensen, niet alle ballen op corona, maar dat is heel erg lastig om daar je iets anders bij voor te stellen. Ik zou niet weten hoe ik dat had kunnen uitleggen zodanig dat iedereen daarmee akkoord was gegaan. We hebben een aantal collega's gehad die zijn op deze locatie gebleven. En ja, die hebben ons hier weer enorm hartelijk ontvangen. Dus dat voelt enorm goed weer om hier terug te zijn. Kijk, we pakken wel weer onze gewoon normale werkzaamheden natuurlijk allemaal op. Maar we hebben wat meer bedden leeg. En in die zin hebben we wel een soort rustige landing hier. Hè, doordat we hier teruggekomen zijn en dat we hier niet weer op 200% moeten staan werken. Ja, de werkdruk in ons team is gigantisch geweest. Maar we hebben er wel mee kunnen dealen. En op een gegeven moment heb ik wel mensen vrijgegeven en letterlijk naar huis geschopt. Omdat ze waren gewoon bang om iets te missen. En moesten echt ook afkicken als ze thuis waren. Er is niet een specifiek moment wat er heel erg bij staat. Het zijn meer momentopnames die tezamen het hele wereld voor me heeft gebracht. Wat er gebeurde is dat we in het crisisbeleidsteam, maar eigenlijk in het hele ziekenhuis, dat iedereen ging doen waar hij goed in was. Wat ik wel geleerd heb van deze crisis is dat we heel veel aankunnen. En dat we ook heel gemakkelijk kunnen schakelen naar een andere structuur en naar een andere manier van werken. En als dat morgen weer moet, dan pak het plan weer uit de kast en dan gaan we het weer opnieuw doen. Zijn er momenten die ik mij altijd zal heugen? Een van de momenten was dat ik overleg had met een van de intensivisten. Dat zij zei, ja, we moeten ook oppassen. Er zijn inmiddels patiënten die zeggen, nee, geef mijn bed naar iemand anders. En als je ziet dat we daar in die status komen, dan denk je, oké, dit is wel heel bijzonder. Dit is niet wat we normaal doen. Het laat zien hoe kwetsbaar wij zijn. En wij denken dat we het allemaal gewoon goed in de greep hebben. Nou, dit is iets wat dat echt helemaal onderuit schoffelt. Wat voor mij een heel belangrijk punt is geweest van deze crisis, is dat ik heb gemerkt dat er in deze organisatie een enorme saamhorigheid is. En dat als die trein gaat lopen en die motor aangezwengeld wordt, dat we dat met z'n allen wel gaan redden. Iets wat ik ook heb geleerd is hoe ongelooflijk krachtig het reactief vermogen is van het ETZ. Die solidariteit, die gemeenschapszin, jezelf onderdeel maken van het grotere geheel, jezelf wegcijferen. Dat je samen voor hetzelfde doel gaat en ook al ken je elkaar niet, dat je toch samen ervoor gaat en elkaar helpt en ondersteunt daar waar mogelijk. Als de zorg iets heeft laten zien tijdens deze crisis is dat ze enorm flexibel zijn als het moet. En dat je met zelfs de tekorten die we hebben in staat zijn geweest om in Nederland deze piek gewoon te handelen. Het is natuurlijk zo begrijpelijk dat iedereen zegt, nou alsjeblieft, wij zijn klaar met het coronavirus. Maar het coronavirus is nog niet klaar met ons. Hoe milder de maatregelen zijn, hoe intensiever mensen weer contact krijgen met elkaar, hoe groter de kans dat dit virus zich verspreidt. En ja, dan zou je zomaar weer een tweede golf kunnen krijgen. Als er morgen weer 39 patiënten zijn, dan gaan we weer opnieuw doen wat we gedaan hebben. En dan herpakken we ons en dan gaan we weer opnieuw doen wat we moeten doen.